We gaan vandaag een natuurschilderij maken. En we gaan een paddenstoel, een heksenkring maken. Hebben jullie er zin in? Ja! Oh, super! Gaan we ook nog even een tentje bouwen ondertussen. Stel je voor dat het gaat regenen met het mooie weer. We gaan een tent bouwen tegen de regen. Ik ben Nico Arkes, ik ben boswachter van Staatsbosbeheer hier in het Vechtal. En we zijn vandaag met OBS Nieuwebrug samen kinderen een natuurschilderij aan het maken. Een heksenkring aan het nabouwen en leuke spelletjes in de natuur. Mag ik 6 takjes voor jullie? Oké, okay, 6. Oh, dat zijn wel meer dan 6. Oh. Wat ik de kinderen hier mee wil geven is dat ze weer aarden en dat ze met handen en voeten weer bezig zijn in die natuur. Met je voetjes in de aarde, klimmen in de bomen, slepen met takken, al die natuurlijke materialen voelen, ruiken, proeven. En dat is zo waardevol voor kinderen om dat mee te krijgen. En daar is de Sahara en die natuurtrainer van Staatsbosbeheer natuurlijk uitermate geschikt voor. Het is zo simpel voor ouders die met de kinderen in de natuur in willen gaan om je te vermaken. Daar heb je echt geen batterijen voor nodig. Een paar simpele takken, leg je gewoon in een kruisje neer zo. En dan kun je boter, kaas en eieren spelen. Je kunt tikketjes spelen. Je kunt hutten bouwen van natuurlijke materialen. Mag dat boswachter? Ja, dat mag. Ga alsjeblieft in die Sahara lekker met die takken slepen. Laat kinderen ook een beetje ondeugend in bomen klimmen. Want alleen dan voelen ze de natuur. En alleen dan worden ze geraakt door de natuur. En dan krijgen ze ook respect voor de natuur. Want, laten we eerlijk zijn, je kunt pas respect krijgen voor iets als je er echt mee in aanraking gekomen bent. Oh, ik ben droog. En iets wat je niet kent, leer je ook niet waarderen. Dus maak eerst kennis. En ouders, kom hier naar de Sahara, Rezenbelte, Oldenmeijer, Zwarte Dennen, het Vechtal heeft genoeg plekken om te spelen.